Ja, we staan hier bij Mario van der Boogaarde. Hij pakt het eerste ticket naar Lakeside hier op het kwalificatietoernooi. Tweede keer dat je je kwalificeert voor Lakeside. En nu de eerste keer voor het WDF-WK. Ja, dat moet toch lekker voelen om gewoon weer terug te zijn daar in Engeland. Ja, maar het was een heel harde weg voor het weer te geraken. Dus, maar ik ben heel trots. Het is iets dat van mij afvalt dat ik nu weer op mijn mak kan darten. Ja. Ja. Kan je iets vertellen over die druk? Want de afgelopen maand ben je nog even snel naar Tsjechië geweest. Nog even snel naar Italië. Ja, helaas niet genoeg punten daar bereikt. En dan moet je nu in Assen presteren. Ja. Die druk was enorm hoog, denk ik. Hè? Heel hoog. Maar ik had halve finalist van de BDO. En normaal moest ik de ranking niet spelen. Maar met de corona was dat niet evident. Dan ben ik een lichtje op gaan steken met Brian. En Brian heeft gevraagd of dat de halve finalisten uitgenodigd waren. Yeah. Maar blijkbaar niet. So, dus ja, had ik geen toernooi gespeeld, stond ik 200 op de ranking. Ben ik naar Tsjechië geweest, heb ik de laatste 32 gespeeld daar. Natuurlijk niet genoeg. De week erop naar Italië, een 9e en een 5e plaats. Niet genoeg, ben ik kon opwerken naar 7e plaats. Yeah. So, dus moest ik naar hier komen vandaag. Met nog een andere druk op mij. Maar ja, ik ben zo blij. Ja. Het is gelukt. Laten we kijken naar de... Ik bedoel, je was een van de topfavorieten al voor dit toernooi natuurlijk. Laten we het even snel hebben over die laatste wedstrijd tegen een landgenoot, Kenny Nijens. Die had dat ticket natuurlijk zelf heel graag willen pakken. Ja, hoe was het om tegen een landgenoot in die finale ronde te spelen? Niet evident. Ik heb Q-school gespeeld, PDC. Tweemaal verloren van Kenny. Kenny is een hele goede speler. Dan heb ik zelf een keer kunnen winnen op de Challenge Tour. Ja, 5-0. Ja, dat was 5-0. Ja. Dat was een hele goede match. En nu de finale. Ja. Ik wist sowieso dat er een Belg op Lakeside stond. So, dus ja, viel iets van mij. Maar toch wilde ik. En ja, van Kenny was je juist niet. En van mij viel ons. So, dus, ja. Mario van der Boogaarde is terug op Lakeside. Veel succes. Dank je wel. Dank u.